Welkom bij de Aardrijkskunde-podcast Wereldwijs Aardrijkskunde, HAVO 4-5. En we zijn aangekomen bij hoofdstuk 11, Leefbaarheid, overstroming en wateroverlast in Nederland. En dit is examenstof voor degenen die examen doen in aardrijkskunde. Paragraaf 1 tot en met 4. En we zijn nu aangekomen bij paragraaf 2, waterafvoer in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Centraal in deze paragraaf, hoe is Nederland opgebouwd en voert het zijn water af? Hoe zag Nederland er zonder dijken uit? Hoe heeft men het rivierengebied bedijkt en wat deed men om de overstroming te beperken? We gaan hier kijken naar een kaartje van Nederland en de invloed vanuit zee, de invloed vanuit de rivieren en de duinen en het roze wat niet overstroombaar is. En dan valt je meteen op dat het grootste gedeelte van Nederland is overstroombaar. Dus dat wij met water te maken hebben is meer dan logisch. En vandaar ook dat dit een belangrijk onderdeel is van je examen. Nederland zonder bescherming kan haast niet. Even terugkomend op wat ook alweer de rivier is, stroomgebied enzovoort, zie je een kaartje van een Franse rivier, de Seine. De opbouw daarvan is, als je kijkt naar een verzameling van bij, zij en hoofdrivieren, dus eigenlijk die vertakkingen van de Marne en de Obe, die samen in de Seine uitkomen, dat noem je het stroomstelsel. Dus alle rivieren die met elkaar in verbinding zijn, is het stroomstelsel. Het gebied waar het stroomstelsel doorheen stroomt, noemt men het stroomgebied. In dit geval is dat het blauwe gedeelte. Daar waar verschil is in waar het water naartoe stroomt, noemt men het een waterscheiding. Als je heel goed kijkt en je ziet de Maas, en daar zie je tussen twee rivieren een stroom, een waterscheiding. Het ene gebied stroomt naar de Seine toe en het andere gebied, het groene gedeelte, stroomt naar de Maas toe en uiteindelijk naar Nederland. Dus dat is wat een waterscheiding is. Ook hier bij het blauw-roze gedeelte zie je een waterscheiding. En het een zal naar de Atlantische Oceaan gaan en het andere zal richting de Rijn of zelfs richting Middellandse Zee gaan. Hier zie je het stroomgebied van de Rijn en de Maas, waarbij natuurlijk de Rijn een gletsjer, een gemengde rivier is, die eerst een gletsjerrivier die uiteindelijk een, met regenwater een gemengde rivier wordt, en de Maas, wat een regenrivier is, waarbij je eerst de bovenloop hebt met veel verwering, weinig erosie en geen sedimentatie. Mocht je de begrippen verwering, erosie en sedimentatie niet meer weten, dan kun je naar het domein aarde gaan, de podcast, daar waar het wat dieper wordt uitgelegd. Maar verwering bovenop een berg wordt veel gesteente afgebrokkeld. Door de hoge snelheid wordt niks neergelegd, dus geen sedimentatie. Dan heb je de middenloop. Dan heb je juist veel erosie. Dat is eigenlijk het gebied waar de dalen worden gemaakt, waar minder verwering is, omdat het minder koud is, en waar steeds meer sedimentatie neergelegd wordt. Dus dat betekent dat zand, grind en klei langzamerhand wordt neergelegd, omdat de stroomsnelheid afneemt. Nou kom je in de benedenloop, wat eigenlijk heel Nederland is, dan heb je bijna geen verwering meer, want al het materiaal is al klein gemaakt. Het is van rots tot kei, tot grind, tot steen, tot zand, tot klei. Dus het is al fijn. Weinig erosie, dus weinig dalen die gevormd worden, maar veel sedimentatie. Alles wordt neergelegd omdat de stroomsnelheid hier vrij laag is, waar ook bijvoorbeeld de delta's ontstaan. Stroomgebied van de Rijn en de Maas, en dan gaan we nu kijken naar de afvoersnelheid en als het ware de vertragingstijd. Je ziet aan de verschillende tinten, en dan kijken we naar groen, dat er verschil is in de afvoersnelheid, dus de vertragingstijd. Dus hoe lang duurt het voordat het water Nederland heeft bereikt? Nou, soms duurt dat een dag, soms duurt dat 6 dagen, en soms duurt dat maar 12 uur.
Maar dat is verschillend per gebied en dat heeft ook te maken met hoe het gebied eruit ziet. De grootte van het stroomgebied, dus hoeveel water is er in de regio en stroomt naar één gebied toe. Ook hoe de grond eruit ziet. Maar ook het verhang en het verval. Verhang en verval. Het verval is niks meer minder dan hoogteverschil. Dus bijvoorbeeld een berg begint op 1500 meter, dan is dat het verval. Het verhang echter is dat je hoogte deelt tot aantal kilometers, omdat je dan een verhang krijgt per kilometer. Dus dat die bijvoorbeeld 2, in dit geval 2 meter per kilometer daalt. Nou, je kunt je voorstellen als je in de Alpen zit dat het meer dan 2 meter per kilometer daalt. Dus dat betekent dat de berg steiler is en dat de snelheid van de rivier dus veel hoger is. Dus dat het vertragingstijd ook langzamer, minder is, want het is vrij snel beneden. Dan gaat de methode al een voorproefje nemen van de drietrapstrategie. Alleen de drietrapstrategie hanteert dezelfde kenmerken, alleen de natuur doet het uit zichzelf ook. En dan hebben we het over de afvoer van water in de rivieren. En dat gaat in principe in drie stappen. 1. Het vasthouden, het bergen en het afvoeren. Later komt het terug en dan proberen we door menselijk ingrijpen dit te beïnvloeden. We beginnen met vasthouden. Regen- en smeltwater komt in de grond en wordt daar vastgehouden. Ook kan het worden vastgehouden in de veenlagen. Dus water wordt in de grond vastgehouden, daar waar nog geen grondwater zit. Het wordt vastgehouden door planten, door bomen die het tijdelijk opnemen. En daardoor zit het dus niet meteen in de rivier. Water wordt opgeborgen. Het water wat dus niet kan worden opgeslagen in de grond, stroomt naar het oppervlaktewater. Als dat niet meteen een rivier is, dat betekent dat het wordt opgeslagen in meren of in plassen, daar waar het tijdelijk verblijft. Uiteindelijk wordt het door de hoofdrivier, komt het in, gaat het naar beneden en wordt het door of de rivier of andere kanalen afgevoerd. En deze drie stappen is later van belang om bijvoorbeeld overstroming tegen te gaan. Je kunt je nu alvast indenken van wat als we het water langer vasthouden, dan overstroomt het verderop dus niet. En wat als we meer bergingsmogelijkheden hebben? Wat is dat voor gevolg voor bijvoorbeeld overstromingen stroomafwaarts? Maar daar komen we later nog op. Nederland overstroomde nogal eens. Als je Nederland gaat bekijken tot ongeveer 1100, daarna zijn we gaan bedijken, was het regelmatig dat het overstroomde. Er woonden ook niet zoveel mensen in Nederland, dus zo erg was dat niet. En dat kun je ook terugzien aan de kaartjes. Dat wat eigenlijk gekleurd is en niet geel, dat overstroomde was. Al dan niet door de zee, of door rivieren, of in beekdalen. Maar Nederland was een land wat eigenlijk één groot moeras was, wat vaak overstroomde. En dat kwam natuurlijk, vroeger was Nederland niet bedijkt. Heel Nederland, althans laag Nederland, overstroomde en er werd dus klei afgezet, al dan niet door zeeklei of door rivierklei en slib wat mineraalrijk grond met zich meenam en daardoor was het zeer vruchtbaar. De rivier had kans om te meanderen en dat is het eigenlijk het slingeren, waarbij de snelheid in de buitenbocht hoger is, waardoor je het eigenlijk stukken grond uitsnijdt en in de binnenbocht is de snelheid langzaam, waardoor er eigenlijk in de binnenbocht sedimentatie wordt neergelegd en zo verplaatst de bocht zich constant. Dat is meanderen en wat ook gebeurde omdat er geen bedijking was, is dat de stroomgordelverlegging was. Nou, je kunt je voorstellen als je naar deze meanderende rivier krijgt dat een bocht te scherp wordt, dat die in plaats van de bocht houdt, dat die rechtdoor steekt. Je ziet bovenin, zie je op het plaatje, zie je een stukje rivier wat droog is komen te liggen.
Dat was waar vroeger de rivier liep. En nou dus niet, omdat hij zijn stroom heeft verlegd. Hij is op een andere plek gaan stromen. Dat kan zolang de rivier niet bedijkt is. Zo hebben alle rivieren in Nederland hebben op een andere plek gelegen dan dat ze nu huidig liggen. Er ontstonden natuurlijke verhogingen in het landschap. De oeverwallen en daar wat lager de komgronden. De oeverwallen die werden hoger omdat de rivier sedimentatie neerlegde. Dus zand en klei werd in de rivier neergelegd, waardoor de rivier uiteindelijk omhoog ging. Je ziet in het landschap, zie je dit nog terug met verlaten stroomruggen. Dus daar waar de rivier vroeger liep, en nou niet meer, want we zien heel duidelijk dat onderin de rivier bij de wijk van bij Duurstede onderin loopt, maar daar waar het groen is, daar heeft een rivier of een beek ook gelopen en nu dus niet meer. En dan zie je dus eigenlijk die oeverwallen en die komgronden, zoals het plaatje rechts laat zien, zie je terug, maar dan zonder rivier. Uiteindelijk zijn we ons gaan beschermen van niet bedijkt naar bedijkt. We zien hier een dwarsdoorsnede van een onbedijkte rivier met de oeverwallen, de verhogingen naast de rivier door eigenlijk het afzetten van sedimentatie. En iets verderop de komgronden, die wat lager lagen dan de oeverwallen. Toen men het ging bedijken, heeft men eerst het bedijkt voor alleen de zomer. In de zomer is het waterpeil in Nederland veel lager, dus dan volstaat een zomerdijk. Dit werd dan ook meteen het zomerbed genoemd. Dus tussen de zomerdijken in was eigenlijk daar waar de bedding van de rivier in de zomer was. Verderop hebben ze winterdijken gebouwd. En deze dijken waren hoog genoeg voor de waterstand in de winter, die veel hoger was door al het neerslag van de maanden oktober, november bijvoorbeeld, daar waar het meer regent. En deze dijken volstonden in grote mate en konden zo de rivier een beetje temmen. Tussen de twee winterdijken noemen we het winterbed, dus daar waar de rivier mag zijn in de winter. Heel vaak is het in de winter zo dat de uiterwaarden die ertussen liggen ook overstroomd zijn. In de zomer niet, en dan laat men vaak ook het vee daar grazen, want dan overstroomt het niet, maar in de winter overstroomt de uiterwaarde wel. En dan is dat een soort van buffer en dan kan de rivier groter worden. Hier zie je terug, dan zie je de huidige rivier met de Zomerdijk en de Winterdijk iets verhoogd. En de Komgaai en de uiterwaarden verderop, die liggen wat lager. Gevolgen van bedijking. De rivier kreeg een vaste plek, dus het kon niet meer zijn stroom verleggen en het kon niet meer meanderen. Binnendijks gebied werd niet meer opgehoogd door sediment en er was sprake van inklinking. Binnendijks, voor de duidelijkheid, is het gebied daar waar de mensen wonen. Dus niet tussen de winterdijken in, dus daar waar de rivier is, maar daar waar het gedeelte wat beschermd moet worden. Je moet het eigenlijk zien als een zeedijk. Binnendijks is op het land en buitendijks is de zee. Dus daar waar de als je, vanuit de rivier gedacht is dus buitendijks. En waar de mensen zitten is binnendijks. Maar omdat het niet meer overstroomde, werd er dus geen sediment meer liggen. En het klonk in omdat het minder water was. En dus zakte als het ware het land. Dus het kwam lager te liggen dan ooit. Aan de andere kant, buitendijksgebied, dus daar waar de rivier stroomt, bleef stijgen door overstromingen en door sedimentatie en zand en klei en grind wat werd neergelegd. Dus het land wat beschermd moest worden, dat zakte. En doordat de sponswerking van klei wegging, klonk het in. En het gebied wat overstroom, daar waar de rivier stroomde, ging omhoog. Dus je kunt je al voorstellen dat er een tegenstelling komt. Dus als er een overstroming komt, dan komt dus eigenlijk water van een hoger plateau naar een lager gelegen stuk, wat dus extra schade met zich meeneemt. Wederom zie je dit goed in dit plaatje terug, daar waar
de uiterwaardegrond hoger ligt dan het binnendijks gebied. En dat wordt hier met de pijlen weergegeven. Om maar eens even een kaartje bij te pakken die ook in het boek staat. Je ziet vanaf 1800 tot ongeveer nu, zie je het sediment en hoogtestijging. En je ziet heel duidelijk dat het sediment, dus dat wat wordt neergelegd, dat dat afneemt. En dus er kan minder sediment worden neergelegd omdat het gebied gewoon bedijkt is en de rivier dus niet meer overstroomt. Alleen binnen de rivieren is het wel dat de bodem stijgt. Dus je hebt een tegenstelling van aan de ene kant stijgt het land waar de rivier stroomt en het gedeelte waar de mensen wonen, daar daalt het land. En dat kun je ook een beetje terugzien in dit kaartje. Dit is vlakbij Zwolle. En dan zie je dat hier de Zomerdijk is, die met rode getekend is. En tweede lijn rechts, dat is de Winterdijk. Je ziet ook net buiten de Winterdijk dat daar meteen gebouwd wordt. Daar zitten de boerderijen en de mensen. En dat het gedeelte, de uiterwaarde, verhoogde gedeelte, dat ligt iets hoger dan het laag binnendijksgebied. Je ziet een soort van glooiing. Wat je ook ziet, dat zijn die meertjes die binnendijks zijn. En dat noemen ze wielen. En op elke plek waar een wiel zit, daar is ooit een keer een dijkdoorbraak geweest. En als een rivier vol staat met water tot aan de Winterdijk en hij breekt, dan breekt hij met zoveel vaart dat al het water in één keer eruit gaat en dus al het zand en grind wat daar ligt meeneemt. Dus eigenlijk een soort van kuil maakt van het landschap. Ik zou zeggen, pak straks een emmer met water en vul die helemaal en gooi die om in het zand, dan zie je precies hetzelfde wat er ontstaat. Dan ontstaat ook een kuil en dat is dus in dit geval een wiel. Als je dan een nieuwe dijk gaat bouwen, dan moet je de dijk wel zo bouwen dat je de dijk niet in dit geval rechts om de wiel doet, maar linksom. Omdat je dan een boogwerking krijgt en daardoor is de dijk sterker. Want als je hem al zo buigt dat de richting is waarop de krachten gaan, dan heb je eerder een dijkdoorbraak. Dus je ziet ook dat elke keer aan de linkerkant van een wiel een dijk gezet wordt, omdat vanaf de linkerkant ook het water komt en dan kun je het water beter tegenhouden. Veel dijkdoorbraken, net al verteld, met het wiel en daarom regeling van waterafvoer. Ze hebben kribben aangelegd en het kanaliseren voor een betere bevaarbaarheid. Nou, het kribben aanleggen, dat zijn die uitstulpsels die je ziet langs de rivieren, en ook in de rivieren, die zorgen ervoor dat het water wordt gestuurd, zodat het beter bevaarbaar is. En het kanaliseren is het rechttrekken van een rivier. Dus vaak slingeren de rivieren nogal en dat is niet gunstig voor de bevaarbaarheid. Dus vaak hebben ze er een kanaal van gemaakt die recht is en daardoor was de bevaarbaarheid veel beter. Ook hebben ze stuwen gebouwd om het waterpeil te verhogen of te verlagen, nagelang nodig was. Hier zie je een wat traditionele stuw waarbij het water tijdelijk wordt tegengehouden, zodat verderop iets minder water is. Maar je hebt in de Rijn bijvoorbeeld ook hele moderne stuwen die omhoog gaan en het water doorlaten als dat nodig is. Maar ook het water even tijdelijk tegenhouden bij hoge waterstand, zodat stroomafwaarts mensen minder last hebben. En daar zit een heel systeem achter. Men weet hoeveel procent water er ergens naartoe gaat en dat kun je ook regelen. Als je weet dat het gebied waar bijvoorbeeld de Waal ligt, dat daar problemen zijn, dat het kritiek is, dan ga je met de stuw, ga je het zo regelen dat in plaats van de Waal krijgt de Nederrijn of de Lek of de IJssel iets meer water en stuw je het zo die kant op. En daarbij wordt dus het waterpeil geregeld in Nederland. Nou, kijken naar de centrale vragen. Hoe is een rivier opgebouwd en voert het zijn water af? Nou, je moet dus van de rivier weten vanaf het stroomgebied tot aan waterscheiding en wat eruit bestaat. Het voert zijn water af door vasthouden, bergen en afvoeren. Nederland zag er zonder dijken waterig uit, waarbij het vaak overstroomde. Van het moment dat er meer mensen kwamen, ging men het bedijken.
en konden de rivieren ook niet meer van plek verwisselen. De oeverwallen werden zomerdijken en verderop in de komgronden, dat nou, werden uiterwaarden en daar zette men een winterdijk neer. En men deed bijvoorbeeld, de laatste vraag, men ging kanaliseren, kribben aanleggen om de vaarbaarheid beter te maken en de doorstroom beter. Maar ook door aanleg van stuwen probeerde men het water eigenlijk te regelen in de rivier. Dit was paragraaf 2 van hoofdstuk 11 overstroming in Nederland. Bekijk ook de andere podcast van dit domein of een ander domein ook te vinden op dit YouTube-kanaal. En dan wou ik zeggen, succes met het leren!